gewoon, Babs is eigenlijk gewoon een vriendenkring. Dus jullie organiseren activiteiten. Voor wie? Voor jezelf eigenlijk. Schitterend, een groot succes. Babs is leuk. En is voor eerstejaars zeer plezant en leerrijk. U leert veel mensen kennen. U wordt sociaal vaardig. Goed. Heel goed. Dat je eerstejaars leert kennen en dat je heel veel vrienden maakt. En dat je gewoon heel veel amuseert. En ja. Ja, ik weet niet. Je leert zo dingen organiseren en samenwerken. We zijn met een hele grote bende, dus altijd al zo iets van moeilijkheden, maar je leert er toch uit. En je mag leert veel nieuwe mensen kennen. Dat is echt leuk. Goed. Heel goed. Ja, is bezig. Ja, Babs heeft dus echt al veel geholpen. Gewoon omdat toen ik naar hier kwam en Paul en Sak ging komen doen in mijn eerste jaar, toen ken ik hier nog niemand en toen ben ik meegewezen op ontmoetingsweekend, zoals de meeste mensen wel bij Babs. Maar ja, dat heeft echt al veel geholpen, want daar leerde direct heel veel mensen kennen en je kreeg direct een hele goede vriendengroep die heel solide aan elkaar hangt en dat blijft normaal gezien altijd wel het hele jaar duren en dan kun je samen activiteiten organiseren en daarna moet je ook gewoon zelf instaan voor je eigen activiteit en moet je zelf de eerstejaars begeleiden. Goed. Heel goed. Voordelen aan Babs voor mij, gewoon zalig veel vrienden gemaakt. Schitterend, een groot succes. Ik vind gewoon gratis activiteiten en gratis drank voor jullie en voor je vrienden. Het zijn altijd dezelfde mensen die komen naar activiteiten. Dat is wel leuk. Dus zeker blijven doen. Goed. Heel goed. Ja, allemaal samenvattingen doorgeven aan elkaar en ja. Nachtelijke MSN-uurtjes van we gaan nog tot 3 uur blokken samen en dan gaan we Guess Who spelen en door elkaar gewoon doorhelpen. Schitterend, een groot succes. Ik mis Babs heel erg, ook omdat ik van richting ben veranderd en omdat het zo leuk was om activiteiten te organiseren en ja, zo zie je ook de mensen veel meer en ja, ik mis het gewoon. We sluiten af met enkele voorbeelden van activiteiten van vorig jaar. Was het fijn? Ook al ben ik niet mee geweest op weekend, maar het was blijkbaar uiteindelijk bleek het dan niet zo erg te zijn. In het begin kende ik echt niemand en dan zo die eerste basvergadering en zo gedaan. En ja, direct allemaal vrienden. Ja, allemaal mensen leren kennen en dat is gewoon zalige ambiance en een zalige sfeer. En ja, dat blijft nu ook, nu nog altijd. Ons vriendengroep is nog echt allemaal mensen van Babs. En ja, ik heb daar gewoon mijn beste vrienden uit Gent leren kennen. Genever Twister, zeker weten. Dat was echt mega leuk. Wel, zeker, ja. Ik ken dat wel uit Twister en dat was Genever. Dus ja, en niet veel werk. Ik heb daar heel weinig werk in. En toch tot een groot succes, veel volk. De winnaar. De winnaar. Is op zijn muil gegaan. Ja, met zijn fiets. Ik kon niet meer goed fietsen achteraf. Dat was een beetje zat. Ja. Gebeurde met mensen die niet verantwoordelijk zijn. Die proberen het alcohol binnen de perm te houden. Hè. Ja, zo'n mensen kunnen de grenzen niet. En dat gebeurt dat. Maar wel, we hebben zo Genever twister gedaan. Op zijn twittersplein. Na de les. En dan passeerde iedereen en dan hebben we wel veel volk gehad. Voor mij was het hoogtepunt de kajak met Babs. Het was een heel slechte weer die dag. We waren maar heel weinig, maar we hebben ons echt geruimd, tot en met. Moet je voorstellen, een kajak, gevuld dat met bier. Een kajak daar rond in Gent, je stopt een keer ergens. Gaan beteert al toeristenbootjes, je drinkt je echt te pletter. En dan al zingen dan al dansen, teruggaan naar het begin. En echt een zalige dag was dat. Bedankt voor het kijken, nog een prettige avond. En hier volgt nog een boodschap voor de kijker van vanavond. Amuseer je.